denk dat dat je wel eerst zenuwachtig bent als het moment daar is. Ik laat je nu horen voor Stuk TV! Yes! Je beseft dit soort dingen pas als je eenmaal thuis bent. Ik ben Giel de Winter, 29 jaar oud, van Stuk TV. En wij zijn genomineerd voor de Zap Awards. Ja, ik heb een aparte voorbereiding altijd. Ik ga altijd in de ochtend lekker sporten. Toch even je hoofd leeg maken. Gisteren ben ik niet op stap geweest. Ja, ik wil er toch altijd een beetje tof uitzien. Dus visagie wordt geregeld, styling. Kijk eens. Kijk, dan heb ik dus een stropdas. En hoe heet zoiets? Pochette. Ja. Die zijn idem dito. En dan ga ik straks rustig, denk ik dat ik nog een keertje stop bij de pomp. We zien de pompje om even nog even rustig wat te drinken en dan ga ik de hectiek in. Wacht hier, hè? En voor mij betekent het wel heel veel voor me, want wij zijn natuurlijk al 7 jaar bezig en wij maken video's die we zelf tof vinden. Ik ben 29 jaar, maar dat de mensen die dus Zap kijken, hè, die kijken dus ook nog steeds naar Stuk. Ja, en dat vind ik dus fantastisch. Dus we bereiken nog steeds een nieuwe doelgroep. En dus ze nomineren ons en nu zitten we ineens straks in zo'n volle zaal, heel veel mensen. Live op televisie, ja, dat is toch tof? Nou, ik heb echt helemaal niks meer gegeten. Dus ik denk dat het straks show is. Ik heb sinds vanmiddag. Ik ga dat even. Ik zie daar iemand staan die dan waarschijnlijk antwoord. Die daar antwoord. Ook deze show is aan het doen. Hier. Ja, ook nog. Een drama. Dat moet ik niet echt doen. We gaan zo beginnen hoor, hoor ik. Dat weet ik, Pim. Even eten. Ja, om met Thomas en Stefan te werken is eigenlijk elke dag met 10 kilo lood op je schouders zitten. Nee, het is heel fascinerend om met die gasten te werken. Wij zijn 3 totaal verschillende mensen. En dat maakt ook alweer je werk en je leven heel mooi. En ik zou ze echt voor geen goud willen missen. Maar wij zijn gewoon 3 tegenpolen en daarom werkt het zo lekker. En hoe ouder we zelfs ook worden, hoe nog verschillender we worden. Dus ik denk dat daarom een Stuk TV ook zo goed werkt. Hartelijk welkom bij de Zap Awards 2020. Wie gaan we zometeen zo trots als een pauw maken? En wie gaat er vandoor met zo'n felbegeerde award? We hebben natuurlijk al 2 prachtige Zap Awards staan. Zo immens grote dingen zijn dat. Ja, ik zou wel met zo'n award naar huis willen gaan. En hè, ik zeg altijd, als je genomineerd bent, is het al heel tof. Mag je trots op zijn. Maar het is toch, het motiveert je wel als je zo'n power in je handen hebt. Hè? Weet je wel, ook voor het publiek van Zap. Start maar even. Genomineerd in de categorie favoriete online serie zijn... Junior Songfestival. Gekkenwerk. What's good, Kelvin? Mijn is Kelvin. En De Kluis. Wat nu genomineerd is, waar ik dus wel echt heel blij mee ben met De Kluis. Want het is het meeste werk wat we hebben moeten leveren. Je werkt met zo'n groot team en je begint ook weer met een idee. Dus ja, het is gewoon... Het is echt het mooiste wat er is. Degene die hier vandaag een schok krijgt, die gaat deze award winnen. 2, 1... Ah! Hebben we gewonnen! Jongens, bedankt. Dankjewel. En blijf kijken. Awards. Beste serie, De Kluis. Lekker dan. Yes! Lekker jongens, dankjewel. Ik kijk zeker naar Zap. Ja, zeker. Zaterdagochtend met Klaas en Igmar, nu tegenwoordig bij. Ja, I love Klaas.
Klaas is echt my man en ik maar ook. Maar Klaas doet dit al zo lang. En ik weet dat hij zich zo inzet voor kinderprogramma's. En hij wil altijd het beste eruit halen. En hij is ook een maker. Hij komt ook met toffe ideeën. Dus ik vind wat die man neerzet fantastisch. Elke zaterdagochtend. Hij wil en zal, moet het programma er zijn. Genomineerd in de categorie favoriete YouTuber zijn... De Bellinga's. Familie La Cap. De categorie die mij het meeste aanspreekt is toch echt het beste YouTube kanaal. Omdat dat voor ons altijd het hoogst haalbare is. Je wil gewoon het beste kanaal van Nederland zijn. Dat is het gewoon. Ik heb iets heel moois op mijn nek. Daarop staat de naam van de winnaar. Dus ik ga eventjes de award op de grond zetten. Stel dat we die award winnen. Ik denk dat je wel eerst zenuwachtig bent als het moment daar is. Anders gaat het een beetje moeilijk uit mijn shirt. Maar het gaat ook moeilijk, het is een beetje spannend. Hey, neem even mijn tijd. Hoe is het? Lekker hè? Even kijken, laat jullie horen voor Stuk TV! En als je genoemd wordt is het natuurlijk gewoon blijdschap, pure blijdschap. Maar ik weet nooit hoe ik reageer. Ik kan ook gewoon heel gespannen zijn. Je beseft dit soort dingen pas als je eenmaal thuis bent. Tijdens het moment zelf dan ben je zo gewoon in die rollercoaster en... Jeetje! Jongens, dankjewel! Dus meestal als je thuis zit op de bank denk je, holy shit, lijp, got it. Ja. Hoi, ciao, ciao. Lekker, dit is toch lekker. Top. We hebben hem gewoon jongens, beste kanaal. De favoriete YouTuber. Oh ja. Ik zou de kijkers van Zep willen meegeven dat ze blijf altijd je dromen achterna gaan. Als je ergens in gelooft, doe dat. Want het is zo mooi als een kind iets in zijn hoofd heeft en dat hij denkt dat wil ik uitvoeren. Ga dat gewoon doen. Doe het. Ga er achteraan. Ga er achteraan en geloof gewoon in jezelf. En dat is de enige boodschap die ik je kan geven. Nou ja, en blijf gewoon lief voor je ouders. Want ik ben heel blij dat ik altijd lief ben geweest voor mijn familie. Ik heb ze nu nog. En ik kom heel graag, komen ze bij mij op de koffie.